Had je al enig idee, Karel, in welke hoek ongeveer je gedacht had? Wij hadden gedacht in het midden. In het midden. Wij wonen sinds 13 jaar in Haaksbergen. We genieten hier volop van de natuur, van het Haaksbergse vee, van het Buurse Zand. En het goede gevoel van in de natuur te bivakeren en te leven geeft ons ook het idee om in de natuur begraven te worden. En we zijn bijzonder verheugd dat sinds dit jaar hier op deze prachtige begraafplaats mogelijk is. Maar niet iedereen is daar blij mee. Volgens Theodor Sandberg uit Badme hoort het niet bij de natuur. Ik vind dat de natuur er ongezellig voor wordt. Het is ongezellig om in de natuur waar je wilt ontspannen, gefocust te worden op de dood. Leven bestaat uit leven en dood. En een boom heeft ook niet het eeuwig leven. Gaat ook weer op, sterft en komt weer een nieuwe boom voor terug. Je kunt overal een probleem van maken. Het is natuurlijk een ingreep in de natuur. Dat zijn vriend en vijand het over eens. Alleen waar je niet over eens bent, mag je dat nou doen? En ik zeg, laten we daar met z'n allen over nadenken. Laten we niet klakkeloos die marketingverhalen geloven. Laten we er kritisch over nadenken. De natuurbegraafplaats is op de eerste plaats een natuurgebied. En een toegevoegde functie in dat gebied is het natuurbegraven. Dat betekent dat natuurbegraven altijd dienend en ondergeschikt is aan het natuurbelang. In de middagzon zul je hier een mooi plekje hebben. Als dus door het begraven de natuur geschaad zou worden, dan moeten we dat niet doen. Daarom zijn er regels opgesteld. Zo mag je alleen begraven worden in een ecologische kist en kleding. Sieraden en protheses moeten af. En op het graf komt geen monument, maar een boomschijf die opgaat in de natuur. Nou, kijk, als men daarmee rekening houdt, is dat natuurlijk winst. Maar ik zou zeggen, is dat minder slecht? Maar waar je niks aan kunt doen, is dat in zo'n lichaam nou eenmaal zware metalen zitten, medicijnresten, die stop je allemaal in de natuur. Waar je ook niks aan kunt doen, is dat je het wortelstelsel van bomen en struiken, dat vernietig je als je daar kuil in gaat graven. Bij het bepalen van een grafplek in de natuur is het heel belangrijk dat je aandacht hebt voor de bomen en de struiken en de planten die je wilt bewaren. Dus bij een mooie, markante boom als deze moet je ervoor zorgen dat je voldoende afstand houdt van de wortels, zodat die wortels niet beschadigd kunnen worden als er een graf gedolven moet worden. Een plek als deze is niet erg geschikt voor een graf, omdat hier begroeiing staat die waardevol kan zijn en die zullen we altijd sparen en bewaren. Ga maar kijken waar die houten schijven liggen en ga maar kijken hoe dicht ze bij de boom liggen. En dat zijn allemaal mooie marketingverhalen, maar de praktijk is nou eenmaal zo dat men wil zoveel mogelijk graven verkopen, want het gaat om geld. En dan neemt men het niet zo nauw. Natuurlijk zullen er prachtige beleidsvoornemens zijn, de natuur ontzien enzovoort. Maar je kunt de natuur er alleen maar mee beschadigen. Je bent wel bezig, doordat je een graf delft, is er natuurlijk sprake van een enige verstoring van de bodem. Maar het hoeft lang niet altijd negatief te zijn, want soms is het heel functioneel om de bodem wat los te woelen en opnieuw weer lucht als het ware in die bodem te brengen, waardoor zaden of andere dingen die in die bodem zitten weer tot bloei kunnen komen, tot groei kunnen komen. Oh, en wat ook heel mooi is, straks heb je hier allemaal digitale. Als ze dat willen, laten ze dat doen zonder een stoffelijk overschot onder de grond te brengen. We begrijpen wat ze bedoelen, maar door daarin te gaan graven en stoffelijk overschot erin te leggen, leg je een hypotheek op de natuur en bevorder je de natuur niet. De branchevereniging hoopt dan ook dat zoveel mogelijk natuurbegraafplaatsen zich aansluiten, zodat de kwaliteit van de natuur naar eigen zeggen gewaarborgd kan blijven. Maar in Overijssel zijn ze nog niet aangesloten. Ja, dat kan iets zeggen over ons en over hen. Hè? Zo is het in feite. Dat kan onbekendheid zijn. Het kan ook betekenen dat ze voor zichzelf denken. Maar nogmaals, dat is veronderstellenderwijs dat ze niet aan de criteria voldoen die wij geformuleerd hebben. Dat kan ik niet beoordelen. De natuurbegraafplaats in Haaksbergen beschikt ook over een gewone begraafplaats. En daarom zijn zij alleen aangesloten bij de landelijke organisatie van begraafplaatsen. Zij vinden dat voldoende en blijven er dan ook vooral nuchter onder. Wij zijn ook natuur. En daarom zeg ik, laten we alsjeblieft gewoon natuur begraven.